welkom bij een nieuwe aanrader met Dennis Mons van InstaGamer. Ik ben Lucas van Gamer.nl. Hoi. Wij gaan jou nu een tip geven over iets wat leuk is. Oké, dat gaan we dus voortaan nooit meer doen. Ik doe hem voortaan zelf. Jij begon niet met de aankondiging. Nee, dat is wel een beetje waar. Dan begin ik toch. Ik bedoel... Ik ben wel blij dat je er bent al. Ah. Want je hebt natuurlijk een hele uitstekende aanrader. Oh, kloten, jij hebt net nu de intro gedaan, dus ik moet als eerste komen met mijn aanrader. Yes! Sorry jongens, het is weer geen game. Maar het is wel iets tof op Netflix, want het is de Toys That Made Us seizoen 2. Oh. Ik heb al een keer eerder het eerste seizoen aangeraden. Dat ging over speelgoed uit mijn jeugd of ieders jeugd. En seizoen 2 is nu online gekomen en die is te gek. En ik heb het nog nooit gezien, maar wat is het? Is het documentaire, de laatste speelgoed zien en dan zegt ze, dit was vet. Ja, dit was vet en dan had je die serie en zo is die hele speelgoedlijn tot stand gekomen. Mm-hmm. Dat is voor zoveel verkocht. Dit is de Toymaker die het heeft uitgebracht, spin-offs die ervan zijn gekomen. En dit nieuwe seizoen gaat onder andere over Star Trek Toys, over Hello Kitty, over Lego en over Transformers. Maar wat echt super tof is, bijvoorbeeld de Star Trek aflevering. Ja. Wist jij dat Star Trek licentie voor $5,000 is verkocht? Wat? Ja. Zoveel? Zoveel. Ja, inderdaad al. Nee, maar als ik heel eerlijk ben, ik vind de Transformers aflevering van seizoen 2 vind ik echt briljant. Gewoon puur. Ik ben ermee opgegroeid. Ik heb er heel veel gehad. Bumblebee, Shockwave, Soundwave, Optimus heb ik gehad. Ja. Anyway, dus je ziet al je oude toys hier. Nee, ja, precies. Het is een stukje jeugdsentiment. Ik vind het echt helemaal te gek. Ik vind het helemaal te gek. Het is een must-see. Must-see? Ja, maar zelfs de afleveringen, ook van seizoen 1. Ik heb helemaal niks met Hello Kitty, ik heb helemaal niks met Barbie. En toch is het tof om te kijken. Ah, cool. Ik ga het checken. Nou, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik heb eigenlijk een combo aanradar. Oh, jezus. Aanradar, sorry. Mm. Met een 1-2 punch. En ik vind het ook gewoon leuk om dingen uit mijn broekzak te pakken. Zo van, kijk wat ik heb. Het is een Kindle, een e-reader. Wauw, Steve Jobs. Nou, one more thing, Ik weet niet hoe het met jou zit, maar lezen is voor mij toch wat moeilijker geworden door de opkomst van smartphones en computers. Het is geen groot nieuws, maar ik zit gewoon altijd gewoon lekker op social media, weet je. S'avonds voor ik ga lezen of weet ik veel wat. Dus ik vond het altijd toch wel moeilijk om te gaan lezen, terwijl ik vroeger best wel veel las als kind ook. Dus ik heb niet zo lang geleden heb ik een Kindle gekocht. Best wel een fijn dingetje. Maar weet je wat ik nu aan het lezen ben? Nou? Lord of the Rings. Het is echt zo'n fucking klassieker. En die films heb ik al 100 keer gezien, maar die boeken die zijn echt zo... geniaal. Ja, zoveel detail. Okay, je hebt gewoon groot gelijk. Ik moet echt serieus Lord of the Rings weer opnieuw gaan lezen. Ik heb The One Ring wel in zilver. Ja. Is een beetje vloek in de kerk, sorry daarvoor. Ja, maar het is... Ja, En weet je, soms dan zit ik in de trein te lezen, dan zit ik echt te nerden en dan doe ik oortjes in. Want ik bedoel, als mensen er doorheen lopen te lullen in de trein, dan word ik echt fucking boos van. Maar dan zet ik de soundtrack op van Lord of the Rings, precies op de chapter waar ik ben. Serieus? In het boek. En dan ga ik lezen. Doe jezelf een plezier. Ga gewoon lekker Lord of the Rings lezen, want die shit is echt fantastico. Op een Kindle? Op een Kindle, ja. Helemaal chill. Lekker makkelijk meenemen. Je hebt licht voor in het donker. Ja, dat. Het is ook, zit jij te wachten op die nieuwe tv-serie die ze gaan uitbrengen? Ik ben wel erg benieuwd. Het gaat kennelijk over de jonge avonturen van Aragorn, als we de geruchten mogen geloven. Mm-hmm. En ik weet het. Ik vind het lastig, want Viggo Mortensen is gewoon Aragorn voor mij. Dus het wordt jonge Aragorn, dan gaan ze hem niet gebruiken. Nee, maar Harrison Ford is ook solo. Dat is ook wel. Het kan wel, maar ik ben wel eigenlijk wel hyped. Ik ben gewoon wel erg benieuwd wat ze doen met zo'n mega budget van Amazon. Okay. Dus ik ga met spanning afwachten. Okay, ik ga weer lezen. Ja, nee, maar echt. Maar dan ga jij die Toys That Made Us kijken. Ja. Alle twee seizoen. Oef. Gewoon doen. Oké, hebben jullie een goede aanrader voor ons? Zeker vanwege het feit dat we natuurlijk gewoon aanstaande vrijdag 13 uur in een vliegtuig moeten gaan zitten. Oh shit. Kunnen we wel wat vermaak gebruiken, dus drop hem in de comments. Gaan we het misschien wel checken. En we gaan even kijken of we een aanrader vanaf LA kunnen bekokstoven. Hey, dat lijkt me goed, iets met really weird dingen die je bij een supermarkt kan kopen of precies. Zo. I don't know. Ik weet het niet. Suiker. Nou, dat is ook de laatste keer dat Lucas langskwam. Tot volgende.